Hallo kijkers, tof dat jij naar een nieuwe video. In deze video spelen we Rome 2. We gaan spelen zoals Julii Factie, Normal Difficulty en Start Campaign. We hebben vooral om de hele wereld te veroveren. We starten hier in Italië. Dit is de map van de wereld. Wij starten hier zo. En uiteindelijk is de bedoeling dat we de hele wereld gaan veroveren. Ik begin al meteen met de stad uit te breiden. En dan verschijnen er opeens plots nieuwe gebouwen. Technologie, land management. Oké, de spion stuur ik even naar Armenië toe. Ik ben vooral benieuwd wat de Etrusken van plan zijn. Ze hebben daar al een leger in het noorden. Dus ik kijk er opeens meteen op af. Ah, laten we even tactiek gebruiken en hun verslaan. Wij zijn ook in de meerderheid, dus we hebben een voordeel. Al onze soldaten zijn klaar om te strijden. We lokken ze gewoon in de val. En dit moeten we winnen. Soldaten lopen naar het front toe. We hopen natuurlijk dat Mars, de god van de oorlog, ons overwinning schenkt. De strijd begint dan met onze soldaten die speren gooien. En we lokken die Etrusken gewoon in de val een verrassing zijn van onze cavalerie. En de Etrusken kunnen geen enkel kant meer op. De overwinning is dichtbij. Uiteindelijk hebben we gewonnen. We hebben wel wat soldaten verloren. Maar we hebben de overwinning gehad als het belangrijkste. Bam. En nu kunnen we ook nog naar het noorden toe. Daar hebben de Etrusken nog een stad die ik graag wil veroveren. Dus eerst nog mijn generalen iets geven, een commander. En nu gaan we op de stad af. Kijk, gewoon deze slag gewoon door de computer laten doen. En dan moet hard aankomen. Oké, stad is veroverd. Kijk, gewoon Occupy Settlement doen. Dat is beter op lange termijn. Als ik geld nodig heb, kan ik ook resettlement doen. Ik moet wel nog wat meer soldaten recruteren. Nu ook de stad Rome uitbreiden. En dan komen opeens uit het niets nieuwe gebouwen tevoorschijn. De vloot ga ik gestuurd naar Corsica. Ga ik hun haven even blok zetten. Nu zien wat AI gaat doen. Oké, ik zie net dat we ook een leger hebben in het zuiden. En ondertussen val ik ook Arminium aan. Gewoon, sta ik door de computer laten doen en dan nu te kiezen ik wel een resettlement. Misschien had ik toch beter Occupy gedaan. En ja, laat ik gaan voor de villa, dan krijg ik nog extra 4 food en we hebben dat nu toch wel nodig. Oké, nu kunnen we weer soldaten recruteren. We gaan met dit leger Corsica innemen. En dit andere leger mag dan hier naar Genua. En ja, laat ik nog wat meer soldaten recruteren. Maar misschien ook, wat cavalerie. Zo. Non-aggression pact, waarom niet? Met Syracuse. En de Etrusken vallen me weer aan. En helaas verliezen we deze slag. Maar ik heb nog een ander leger die aankomt. Moet je even dit doen, dan kunnen ze verder. We landen hier net. Maar het duurt niet lang voor we worden aangevallen door de Etrusken. We hebben wel een kleine kans dat we dit winnen. Maar laten we dit even bevechten. Onze soldaten marcheren door de velden op Corsica tot we plots opeens worden aan alle kanten aangevallen door de Etrusken. Ze sturen eerst hun eerste leger af en daar hebben ze al een tweede leger in de verte. Dus moeten we snel het leger verslaan voor het andere leger komt en het andere leger is al in de buurt. Maar het goede nieuws is, we hebben het eerste leger al zo goed al bijna verslagen. Nu nog het andere leger. En we strijden tot de dood voor Jupiter en onder andere Romeinse goden.
En de overwinning is er dichtbij. Ze trekken zich terug, de Etrusken. En de overwinning is behaald. We hebben wel 444 Romeinse soldaten verloren, maar de Etrusken verloren veel meer soldaten. Nu nog de stad in Corsica innemen. Hup. Recht in zijn hoofd. En nog met zijn schild wegduwen. Occupy Salamence doen zeker. Free Salamence. Dual Occupy. Nu kan ik nog de rest van Etrusken verslaan. Dus ze zijn bijna volledig van elkaar geveegd. Nu een vloot nog. En die vloot zal zinken tot de bodem. Bye bye vloot. Die zien we nooit meer terug. We hebben bijna volledig alle Etrusken van de kaart geveegd. Nu wil ik dit even, dit Gallische dorp innemen. Genua. Oké, dit is wel het dorp. Hopelijk wordt het niet verdedigd door Asterix en Obelix. We zullen strijden tot we het hele dorp in handen hebben. Uiteindelijk winnen we. Dat is wel een moeilijke overwinning. Maar, oh, we hebben nu zelfs een Imperium. En ja, ons rijk begint zich stilaan uit te breiden langs alle kanten. Oh, deze Etrusken vallen me aan met enkel één groep ruiters. Oké, dit moet wel te doen zijn. Onze soldaten beginnen nu al op hun schepen. Dus ze moeten snel aanmeren. En dan afrekenen met de ruiters. Oké, hopelijk komt de rest van ons leger snel aan. Gooi even jullie speren. We gaan ze insluiten. En zo behalen we de overwinning. Ja, misschien had ik wel minder soldaten verloren als ik gewoon slecht door de computer heb laten doen. Oké, non-aggression pact, waarom niet? En de Etrusken zijn officieel verslagen. Nu kunnen we ons focussen op andere dingen. Ik kies hier militair development. Ik wil ook niet tijd voor nieuwe barakken. En ik ga de oorlog verklaren aan Carthago. Ik wil de eerste Punische oorlog begint. Ik wil ook Sardinië uiteindelijk veroveren. En dat is nu in de handen van Carthago, maar niet voor lang. Sardinië is voor ons. En ja, kijk, deze settlement rezen. Nou, wil ik u bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond u het leuk. Het was misschien een keer wat anders, maar misschien wil u dit meer zien. Dus tot de volgende keer. Doei doei.